We zijn hier vandaag op een testlocatie waar een nieuw stembiljet wordt uitgetest. Dus we vragen aan de mensen, nadat ze hun stem hebben uitgebracht op het echte stembureau, om hier mee te doen met deze test. En dan krijgen ze een formulier wat mogelijk het nieuwe stembiljet gaat worden. U mag stemmen, mag ik? Ja, u mag. Ik heb mijn stem uitgebracht, dus een echte officiële stem in het kader van de verkiezingen. Maar ik heb hier net ook meegedaan aan een proef, want we zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe stembiljetten die het voor mensen met een beperking makkelijker moeten maken om hun stem uit te brengen, maar die bijvoorbeeld ook het tellen met de computer mogelijk maken, waardoor dat tellen ook een stuk sneller kan. Dit is een van de ontwerpen voor het nieuwe stembiljet. En op dit stembiljet zien we dus de logo's van de verschillende politieke partijen en de nummers van de kandidaten. En de namen van de kandidaten kan men lezen op de wand van het stembureau. De huidige stembiljetten die zijn grijs en grauw, om het maar even zo te zeggen, zijn op hele grote papieren. En op de testformulieren zie je herkenbare logo's met kleuren van de verschillende politieke partijen. En staan er ook foto's van de kandidaten op. Nou, en met name die kleuren, die herkenbare logo's, maken het, hopen we, voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking of mensen die slecht kunnen lezen, makkelijker om hun stem zelf uit te brengen. Het stemmen moet altijd heel goed en heel zorgvuldig gebeuren. En we gaan de test van vandaag natuurlijk goed evalueren. Op 3 verschillende plaatsen in Nederland wordt deze test uitgevoerd. Veenendaal, Dordrecht en Alphen aan de Rijn. En op basis van de resultaten zullen we ongetwijfeld nog wel meer moeten testen. Maar we hopen dat deze testen ertoe leiden dat we snel met nieuwe stembiljetten kunnen gaan werken.